Yo, ik ben Casper. En ik ben Sian. En jij kijkt naar Dixie Weekly, waarin wij jullie updaten met de laatste gossip en nieuwtjes uit de muziekindustrie. Ja, Sira is dus weer op vakantie, dus ik neem een stokje weer over. Vergeet overigens niet ons te volgen op Instagram en hier even te abonneren. Deze week kunnen jullie dus 3 LP's winnen van Shawn Mendes. Maar hoe? Blijf kijken. Ja, dus deze week gaan we weer verder met de boxes of... No. We hebben een amazing box. En een verschrikkelijke box, want we weten niet wat daarin zit. Maar het kan zijn dat ik zijn make-up moet gaan doen of zo. Casper! Laten we hopen of niet. En we hebben een razeltje, die moeten we voorlezen. En aan de hand van dit gedichtje moeten we dus raden wat het leuke en het minder leuke kistje is. Dus ja, laten we even checken, man. Wil jij eerst lezen? Ga maar lezen. 100.000 euro. Ben je heel erg gehecht aan je haar? Dan is de tip, wisselen maar. De inhoud vandaag is anders dan normaal. Maar het maakt je huid wel mooi en geil. Ja, rot even op, ik ga niet waksen of wat dan ook, hoor. Dit heeft wel iets met mijn haar te maken, inderdaad, jongens. Ja, dit is een soort van crème-achtig iets of zo. Shampootje. Je hebt wel een legale huid, ook. Ja, oké, okay, maar wat heeft het met mijn haar te maken? Oh, mayonaise. Gewoon patat mayonaise. Mayo? Ja, man. Hoezo mayo? Omdat het goed voor je haar is. En, echt? Doe je dat altijd in je haar om je haar in zo'n koek te krijgen? Nee, maar het staat wel bekend dat het goed is voor je haar, volgens mij. Ja, en ik smeer altijd 2 potten mayo in mijn haar elke avond. Lekker, man. Let's go. Dat is die geur. Oké. Vandaag moet je kiezen tussen 2 kwaden. Het is bovendien vrij simpel te raden. Zit je er nou maar gewoon overheen? Dat is waarschijnlijk het beste voor je been. Oftewel, ik weet al wat er gaat gebeuren. Wat? Een van ons gaat gewoon even de broek uit doen. Op de hoofd, broek uit op je hoofd. En dan even lekker met een waxdingetje. Nee. Ik ga dat niet doen, jongens. Hoezo? Ik heb daar te veel beenhaar voor nu. Hoe kom je nou bij wax? Jouwne. Oh. Ben je heel erg gehecht aan je haar? Oh ja, what the fuck? We gaan vechten, ready to rumble! Ja, Justin Bieber daagt Tom Cruise uit voor een gevecht. Dit plaatste hij dus onlangs op Twitter, waarin hij dus vertelt dat hij de strijd wil aangaan met Tom Cruise. Nou, in deze tweet zei hij, ik wil Tom Cruise uitdagen voor een gevecht in de octagon. En hij zegt van, Tom, als je dit gevecht niet aandurft, dan ben je een bangrek. En zul je jezelf nooit bewijzen. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar niemand weet dat. Want het is dus best wel een mysterie waarom Bieber dit eigenlijk out of nowhere opeens dropte. Ja. Ik bedoel, waarom wil hij met Tom Cruise vechten? Waarom niet met... Ik zou hem meer zien vechten met een Shawn Mendes of zo, ja. Ja, maar dan zou er ook geen link zijn of zo. Maar er is tuurlijk wel, want ze vechten dan om, zeg maar, wie is de Prince of Pop, you know? Ja, maar zou dit een marketing dingetje zijn of zo? Misschien is dat het, want hij heeft wel gesuggereerd dat er nieuwe muziek komt, Justin Bieber. Dus misschien dat Tom Cruise in zijn nieuwe clip gaat spelen of zo. En dat ze dan gaan vechten in hele strakke pakjes of zo. I don't know. Of dat hij een soundtrack maakt van een film van Tom Cruise of zo. Want Tom Cruise speelt binnenkort ook in een film, als ik het goed heb. En wat is dus ook het geval, dat hebben ze dus ook gezegd, bij verlies van Bieber moet hij aansluiten bij de Scientology kerk. En de Scientology kerk is dus een soort van kerk waarin ze geloven dat wij uit aliens komen. Ik heb geen idee, maar het is een freaking weird. Super vervelende geloof of een levenswijze. Ik weet ja, het niet. John Travolta van Grease. Die doet dat dus ook, die gelooft er ook in. Ja. Yong Chi waarschijnlijk ook, maar dan meer in Naruto en zo. Ik geloof in anime inderdaad. Ja. Anime in Dragon Ball Z en dat soort dingen inderdaad. Ja. Dat is gewoon. Gast. Heb je ooit Dragon Ball Z gezien? Sowieso! Maar het kan ook zo zijn dat hij gewoon in een dronken bui dit heeft getweet of zo. En dat het gewoon helemaal is geploft en dat hij gewoon die scheid heeft gehad van yo, fuck it. Maar het is toch ook helemaal niet eerlijk, want die gast is gewoon al 50 of zo, toch? En 1,60 meter. Maar ja, Justin Bieber is ook niet zo groot, die is 1,68. Ja, maar die is wel een stuk jonger. Dus die klapt hem sowieso. Klopt. En hij heeft in de gevangenis gezeten, hè? Die heeft wel wat geleerd daar. Ja, om zeepjes op te rapen. Who this? Oh shit. You looking in! Bij Who This krijgen wij 3 krantenkoppen waarbij we dus een artiest moeten raden die mist in de krantenkop. Al degene met de meeste goed, die krijgt uiteindelijk een joker waarmee we dus de kans hebben om dus onze boxjes te wisselen of niet. En ik denk dat Yong Chi gaat beginnen. Dat parents learned about his wedding online. I know this one. Is je serieus? Sowieso, je weet toch? Ik heb mijn huiswerk niet gedaan. Heb je ooit wel deze social gecheckt? Is dat Joe Jonas? Let's go! Is goed. Eigenlijk moet ik gewoon niet helpen, hè. Puntje, puntje, puntje.
Splits from boyfriend Isaac. Volgens mij is dat Dua Lipa. Yeah! Let's go! Wat zijn vriendje? Nu niet meer. She's single and ready. Let's go, let's go. Maar wie is Isaac? Dat is haar boy. Ja, dat snap ik, maar wie is haar? Ja, weet ik veel wie dat is, maar dat is gewoon zo'n vriendje. Puntje, puntje, puntje. Slams, troll suggestions, her sexy outfits encourage fan groping. Ja, jongens. Ik zeg gewoon Miley Cyrus. Is goed, toch? Is goed? Ja. Nee. Ja, tuurlijk. Echt? Ja, dat was echt 100% een gok gewoon. Wauw, 100% weer een gok. Pen asks, puntje, 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 on a date during promotional event. Dat kan iedereen zijn. Nou, kijk, het is een promotie-event. Dus dat... Maar ik zit te denken of het is Miley Cyrus of het is Katy Perry. Want die hebben laatst hebben ze nieuwe nummers gedropt en daar hebben ze dus promotie mee gemaakt. Ik ga hem fout hebben. Katy Perry. Gast, weet je, wist je toch wel, jongen? Zendaya, jongen. What the fuck? Ach ja, shit, Zendaya. Fuck, zo stupid. 2-1 voor Cheers. Puntje, puntje, puntje. Ja, die weet fans ik ook weer. Left unimpressed by merchandise typo. Twee worden 9 letters. Bier halen. Nee, duurt lang. Blackpink. Tay-Tay. Taylor Swift. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Puntje, puntje, puntje. Saddened by homophobic protester outside Atlanta concert. Was toch Ariana Grande? Ja! Ja. Oké, we krijgen dus nu een bonusvraag. En hier gaan we dus zien wie uiteindelijk de Joker krijgt. Dus puntje, puntje, puntje. Appears to have leaked puntje, puntje, reunion. Ja, ik weet dat One Direction, zal ik zeggen, met een reunie komt, toch? Het is sowieso een One Direction reunie en dan... Ja, er zijn zoveel... Er zijn 5 leden, toch? Ik denk... Niall Horan. Nee. Is het wel One Direction? 2 keer fout. Wat? Oh, wie is dat hij heeft het over een andere reunie. Oké. Ja, oké. You guys are nasty. Puntje, puntje, puntje. En puntje, puntje, puntje. Want you to go after your dreams in new collab. Heeft Miley een new collab? Miley Cyrus en god, hoe heet die fucking vent? Want ze hebben een nummer dat heet Dreams. Ik weet het niet. BTS en TurboTX. Oh, gast. Oh, ja, inderdaad. We zijn bij de zwaarde lul, want ja... Het is 2-2 inderdaad, ja. Dus dat betekent dat niemand een joker heeft verdiend. En dat we dus... Godverdomme. Onze kistjes gewoon gaan houden. Ik hoop dat jij gewoon je benen moet waksen. En dat ik gewoon alleen mayonaise hoef te eten of zo. Wie... Houd er nou niet van ketchup. Hou jij niet van ketchup? Nee, gast. Wat is er mee? Hoezo hou jij niet van ketchup? Ik hou gewoon niet van ketchup. Alleen op pizza vind ik het lekker. Hoezo ketchup op je pizza? Dat, hoezo? Dat is toch... Oh nee, doet... oh nee, wacht. Dat is tomatensaus trouwens. Nee, jongens. Ik hou gewoon echt niet van ketchup. Er komt dus een soort van ketchup van een artiest. En dat heet dus Etchup. Ed Sheeran. Hij is dus al best wel een fan eigenlijk van het Heinz... merk van ketchup. En hij dacht, weet je, ik ga eens een keer toenadering zoeken. Dus hij heeft toen wat gestuurd. Yeah. En toen heeft hij gezegd van, ik heb een idee voor een tv-spot. Indien jullie niet willen, is dat niet erg. Ik kan namelijk nooit boos op jullie worden. Maar ja, laat jullie mensen mij bellen. Had Ed Sheeran gezegd tegen Heinz Tomaten Ketchup. Dat hebben ze dus gedaan. En nu hebben we dus Etchup, waar je dus Heinz Tomaten Ketchup hebt. En dan met een rood tomaatje met Ed. Ik zou hem wel willen hebben inderdaad, ja, maar ik zou hem niet meer opeten ofzo. Maar ik vind het wel heel toepasselijk dat hij dus inderdaad een liefhebber is van Heinz Ketchup, want die gast is gewoon rood. Hè? Ja, hij is gewoon freaking ginger, dus is vet leuk. Hij heeft zelfs gewoon een Heinz Ketchup logo op zijn binnenarm getatoeëerd. Oh echt? Ik zweer het. Zo groot gewoon. De Etchup, dat gaat dus als warme broodjes over de toonbank en het exclusive edition. Dus ik weet niet of ze er nog zijn, maar zijn ze erbij? Wees er snel bij, want anders heb jij geen Etchup. En dan moet je het gewoon doen met normale ketchup. Maar zal er ooit een tv-spot komen, denk je, van hem? Oh, dat zou best wel leuk dat zijn. Dat is wel wat hij Beter wil. Wel. En dan ook gewoon een track. Gewoon een Ed Sheeran track met ketchup. Het is collaboration. Toch gewoon een eer voor Heinz Ketchup dat een artiest zo... Het is een eer voor Ed Sheeran dat hij met ketchup mag werken. Alle merken die iets hebben met rijst... Zoek jullie nog een ambassadeur? Yo, cheers in the business, fucking in the building. Hollander, jongen. Praat alleen maar over fucking rijst, jongen. Ga fucking ketchup eten, jongen. Zoals gezegd, een winactie deze week. En wat geven wij dus weg? Maar liefst 3 keer een Shawn Mendes LP-album. Wat je daarvoor moet doen is even abonneren, even deze video liken... en laat hieronder even in de comments weten waarom jij dus deze moet winnen. En deze winnaars maken wij volgende week in de Dixie Weekly bekend. Dus doe je best. Zo zenuwachtig, echt. Ja,
Ik heb echt zo'n poepgevoel, weet je, dat je moet poepen, maar je moet niet poepen, maar ik ben echt zenuwachtig. Ben je heel erg gehecht aan je haar, dan is de tip wisselen maar. De inhoud vandaag is anders dan normaal, maar het maakt je huid wel mooi egaal. Vandaag moet je kiezen tussen twee kwaden. Het is bovendien vrij simpel te raden. Zet je er nou maar gewoon overheen, dat is waarschijnlijk het beste voor je been. Ga je eerst? Nee, jij mag eerst. Nee, jongen, ik moest net ook al ik eerst... Ik moest altijd eerst! Dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Maar... ik moest altijd eerst! Kut! Zo kut! Kut! Oké. Okay. Schermesje ja, zeker, dit, of wat? Dit is weer zo'n opdracht die je dan moet uitvoeren bij de anderen. Ik weet het nou al. Ah, godverdomme. Wat is het? Het is waxen, ik zei het. Yes! Wat heb ik? Oh. Jij ook? Nee! Oh, jij je arm! Gast! Heb jij been? Ik heb been, jij hebt arm. Ja, maar... Gast! Jij hebt al bijna geen arm. Moet je dit warm maken of zo? Oh, jezus. Davy? Oké, okay, nou, fuck it, laten we doen. Oké, okay, verwarmde strips met een wrijvende beweging tussen de handen. Totdat ze hun stijfheid verliezen. Oh, dat zat trek er wel de uiteinden langzaam van elkaar totdat de strips van elkaar gescheiden zijn. Plak een strip op het te ontharen huiddeel en strijk deze gedurende een aantal seconden, maximaal 10 seconden. Glad span de huid en trek de strip parallel aan de huid. Oh shit. Oh, maat. Ga je het echt helemaal erop doen? We zullen wel gewoon kappen. Je moet hem, je moet hem echt goed opplakken. Opplakken, hè? Ja, maar hij is altijd ver. Nee, jongen. Ah, hij zit vast. Ja, dat is het idee. Ah! Waar? Ik kan! Ah! Ik... Dit is eentje voor deze week! Ah! Je moet hem afmaken! Ah! Vergeet niet te abonneren en duimpje omhoog te doen! Gast! En tot de volgende keer! What the fuck, man?